Hallo, kijk van IPT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Onderkastel Tycoon 2 met Idootje. Hallo. En ja, we zijn hier nog steeds met de stoomlocomotieven. Wat is stokenbom? Ja, I don't know. Behalve, ik krijg gelijk een netwerk desynchronisatie. Dat, oh, fijn jongen. Maar deze aflevering ga ik waarschijnlijk weer een keer een achtbaan bouwen, denk ik. Hoop ik. Vast wel. Zoiets. Ding. Als je dat goed vindt, Udo. Nog antwoord op je vraag? Nee. De mensen weten gewoon de weg niet meer terug. Zal ik de borden maar weghalen? Doe maar. Over 3 dagen komt er een Hyper Twister treinen. Misschien wel een handig idee om die dag te gaan bouwen. Waar wil je die gaan bouwen dan? Ja, een beetje achter de miniatuurspoorweg bij die Doolhof. Daarachter dan nog een beetje meer. Maar voor het loopt het hele park. Maar eerst... Hè? Een bioscoop. Maar ook even over het onderzoekbudget. Zou ik het even op het... op de hoge of het maximale budget zetten. En wat is daar verschil eigenlijk tussen dan? Dan betaal je meer, maar dan zijn attracties en bijvoorbeeld... Oh, ik zie dat winkels en kraampjes en decor en thematisering uitstaan. Maar als we die aanzetten, dan krijgen we die gewoon veel sneller. Nou, doe maar dan. Op maximaal... Kost wel 400 per maand. Je hebt money enough. Even zien, zou ik ook de winkeltjes en kraampjes ook aanzetten? Nee, nou, doe maar. Oké. Maar eerst zorgen dat we deze maand uit de min komen. We zijn nog 2000 op maandbasis. Ja, dan kunnen we beter eens verwachten totdat het augustus is. Dat ik dan een keer weer een attractie ga bouwen of zo. We hebben al 6000 muntjes. Ja, nee, dat klopt. Dus oh ja, het is ook precies het laatste jaar ook nog. We zitten al bijna in oktober. Dus waarschijnlijk... deze of de volgende aflevering hebben we gelijk al het doel gehaald. En dan kunnen we misschien over naar een ander park. Dat kan. En kunnen ze sowieso wel een hele stroomlijn gaan uitspelen. Ja, dat wou ik sowieso nog een keer gaan doen. Maar zodra ik glasvezel heb, dan zou pas ergens volgend jaar augustus ergens zijn. Dan kunnen ze ook eens, ja, we pakken gewoon een paar zaterdagen. Dan gaan we gewoon heel verschillende levels uitspelen. Ja, maar dat is pas volgend jaar, hè? Dat duurt nog wel even. Maar jij kan ook livestreamen. Ja, nee, dat klopt. Nou, ik zeg wel, je kan het. Maar als iets even vraag 2. Trek jouw verbinding het? Dat weet ik niet. Want jouw internetverbinding is ook niet hier van het. Nee. Maar hij is wel beter dan die van mij. Op het moment wel, ja. Totdat jij glasvezel hebt en dan is het bij jou beter. Mwahahaha. Oké. Okay. Was heel creepy. Ja. We zijn allemaal min 600 deze maand. We stonden net nog een keer min 200-300 ergens. Bij mij staan we nog maar min 20. Oh, en nu loopt weer in de plus. Ik zo meteen denk, want er komt een hele zwerm bezoekers aan, dus... En treinkaartjes hebben deze maand al meer dan 6700 euro verdiend. Jemig. En hier 6600 nu. Maar echt al die bezoekers die nu komen. Ja, dat is mooi toch? Nou, we staan weer in de groene cijfers. Ja, dus dan ga ik de volgende maand dan gewoon weer een attractie maken. Dus ja. Want ik zit sowieso al bijna aan de 10.000 money's, dus... Maar pak die Hyper Twist trein malen. Ja, dat ga ik zo doen als... Maar 20.000? 10.000 zit ik bijna aan money. Ja, maar... ook bijna. We hebben nu al meer dan 1100 winst deze maand. We hebben nu al 7000 euro aan intrekkaartjes. Mooi toch? Maar ik wacht eventjes totdat de maand voorbij is. Want dan iedere week of maand, ik weet niet hoe dat ook alweer zat. Dan komen al die kosten er weer bij en alles, je weet wel. Tuincentrum De Prei. Welke attractie was dat ook weer? Nou. Het reuzenrad. Tuincentrum De Prei, die. Oh, dat was die kartbaan.
Nou, ik ga nu die hypertwisten trein maken, als ik die kan. Nou, zorg ervoor dat je een klein beetje geld overhaalt, want ik kan zo meteen eventjes weer, zeg maar, 3000 euro aan advertenties inkopen. Oh, beschikbare voertuigen. Oh, dat is van de Hypertwister achtbaan. Aha. Bouw die maar. Dat is wel een verstandig idee. Even kijken, zitten er... Ja, er zit een fotogedeelte in. Alleen geen loopings. Oh, dat is jammer. Je kunt met hoog en laag ook heel veel G-krachten. Ja, het moet wel goed komen. Ja. Ik heb wel meer dan 10.000. Soms heb ik nog 11.000, zo goed als. Ja, want ik begin nu een beetje met bouwen, dus... Zeg maar, doe je met dat geld. Doeg, money, doeg. Ga gewoon mooi even deze kant een beetje op. Maar heb je dat ook deze DLC pakketten, Mark? Ja, volgens mij wel. Ik heb zo, wacht even, kijk of ik zo 1, 2, 3 kan vinden, wacht even. SimCity. Ik ben die wel weer terug die kwijt was. Oh, fijn. Ach, jij ziet toch niet slim, moet je toch weer flink deze download. Ik had een hele pakket een keer ergens neergedumpt. Age of Empires, ook een leuk spel. Om een keer te livestreamen en een keer te spelen. Maar nee, ik kan het toch niet zo terugvinden. Ik heb hem echt op CD zelfs nog. Ja, ik heb hem sowieso ook nog ergens liggen. Volgens mij ook de eerste versie ligt hier ook ergens. Daar heb ik ook alle DLC pakketten van. Ja, ik ook. Want die... Het schijnt ook dat je dit in deze versie van de game kunt spelen. Maar bij mij was dat zo van dat ik die... Dat ik dan Rollercoaster Tycoon 1 en 2 gewoon gelijk bij elkaar kon kopen. Ik denk van, nou, waarom niet? Dat heb ik dus niet gedaan. Maar ja, was wel een goede aankoop. Vind ik. Ik kan eens even zoeken zo meteen. Of ik zie het nu. Ik heb hem wel ergens liggen, want... Ik heb hem ooit uitgeleend aan een vriend en die had hem teruggegeven. Als je helemaal kop ziet, dan kun je echt zeggen, zie hem denken. Waar kan dit liggen? Zitten weer een stuk... Oh, we hebben nu een koffiewinkel. Dat is de perfecte winkel voor ons, Ido. Ik kon nog heel veel classic games tegen. Ik heb niet weten wat die had. Ah, top. Per 1995. Ah, als je bij mij gaat kijken, dan zie je ook wel van die shit liggen. Dan denk ik van, what the fuck. Zoals hierin kunnen liggen, trouwens. Want ik heb dat dan zo'n speciale kist hiervoor naast liggen. Oh wacht, ik ben helemaal die actiefoto gedeelte vergeten. Als ik er geld aan kan verdienen, dan doe ik het altijd, hè. Ja, precies. Heb je goed? Waar ga ik dat neerzetten dan? Wat je kunt doen... Ik kan gewoon dat stukje berg gewoon lager maken. Stukje berg. Ja, dat ga ik doen. Dat kan ook. Geld hebben we toch genoeg. Lekker stukje. Bouw dit! Hoppa! Actiefoto gedeelte. Ik heb het gevonden. Nice.
Krijg ik alles van SSD 1 nog, die DLC pakket. Oké, hier komen dan remmen te zitten. Ik vond de base game wel. Maar alleen de andere... alleen de DLC pakketten niet. Ik heb een apart hoesje gestopt. Zo. Ik kon even kijken nu deel 1 trouwens op Steam. Oké, nu eens even testen of het helemaal werkt. Eens even kijken, is team. Ik had 3 treinen. Ah, ik doe er wel 2. Ik zeg zelfs 2 meer dan zat hiervoor is. Ja. Eens even kijken, huh? Winkel, catalogus. Nou, we hebben sowieso nog 8000 euro's over, dus dan heb je wel even genoeg aan, denk ik, toch? Maar heb jij dat spel wel dan ook als Tycoon 1? Ja, als ik zo ga kijken, wel. Ook met DLC pakketten? Als het goed is wel, ja. Ik heb niet met DLC's. Even kijken, inspectie iedere 10 minuten. Even kijken, ik kan vinden, zo 1, 2, 3. De ritduur is 52 seconden van de Hypertwister. Dat is nog wel redelijk. Het is natuurlijk ook niet zo'n gigantische achtbaan. 5,99 kost die. Oké. Ja, ik kan nu in mijn kist gaan kijken, maar of dat zo handig is. Doe jij dat maar niet. Nee. Ik heb alle spellen uitgesteld staan achter mij. Ja, dat heb ik nu dus niet. We hadden daar dus een speciale... Of ja... Een soort van speelgoedkist noem ik dat gewoon, want dat ding hebben we al sinds toen ik geboren was of zo. Weet ik veel. Dus dat... story, zeg maar eerlijk. Ja. Dus ja, dat ding staat er al tevens eind. Lang. Ik heb die superkit om te zelfs van installeren. Nou, je doet maar. Oké, de plezierswagen... de waarde is hoog. Intensiteitswaarde is gemiddeld en de misselijkheidswaarde is laag. Oké, dan is het top. De reuzenrad is kapot. Rip. Nou, CD-tje 1 is ingeplucht. Voor de mensen die het niet weten, ik heb nog een DVD-speler die op PC zit. Zo ouderwets? Ja, dat weet ik. Maar ik hou ervan. Ik mis iets op jouw achtbaan. Dan? Maar dat kan dus niet. Wat mis je dan? Vertel het me. Money, money, money! Kijk, hier komen dan stoelen, daar komen dan bankjes. Oh, ik kan het setup niet in staat terwijl deze game aan het runnen is. Ja, ik begin nu wel een beetje lag te krijgen, nu dat aan hem toe bent. Nee, maar ik kan het... Ja, dan komt hij misschien aan het zoeken is naar iets... Niet met spul gaan gooien! Dat is een cd-hoesje! Ja, maar dan ben je dus wel... In het hoesje zitten 3 cd's. Maar die passen niet in het hoesje. Dus ik heb een los hoesje erbij ingestoken. Van plastic. Waar eerder zo'n muziek cd'tje in zat. Zo'n hoesje. Oh, zoiets. Hop. Even die wachtrij weer tv dingen aan plempen. Ga je een schoonmakertje op donderen? Ja, je doet maar. En een bewakertje. Ja, en dan connect ik het alvast. Zo komt er al een persoontje in. Wat fuck? Ik had dat nog niet zo wat daar geschoten. Dan kan komen dat het bij mij misschien zo is. Nou, dan gaan nu wel mensen in. Jemig. Laat ik ook maar even een EHBO-post even nazetten. Mocht het nodig zijn. EHBO. En misschien is Zijkhut. Ook goed. Oh, echt netjes, wanneer ik wil drukken op die wc, plaats jij een EHBO-post? Ja, jij had precies waar ik die EHBO-post wou pleppen. Dacht ik zo van, oh, dan zit ik daar de EHBO-post neer. Nope. Is dat zo nog, Pres? Ja, precies.
Zeevruchtenkraam. Ja, dat is ook de perfecte attractie. Jeber. Of mensen wat misgaan met de vertaling. Zou ik nog een achtbaantje bijbouwen? Ja, waarom niet? We hebben nu toch het geld, of wel? Oh, het is al september. Kies jij maar. Vraag je, waarom is de waardering van het park zo laag aan het gaan? Dan gaan we nu naar kijken. Want ik wil dat wel een beetje gefixt hebben voordat de game eigenlijk klaar is met doen, denk dat. Sponsnat, wat de hek is dat? Oh, ja, nee. Wat stijgt dan weer bij mij? Ja, maar wat zijn hun gedachtes? Het is hier te druk, zeggen 340 mensen. Ja, en dit pad is smerig. 143 mensen zeggen dat ik naar de wc moet. Ik wil een paar wc's bij. Europa. Ik ben misselijk. 69, dit is wat smerig. Ik sta heel in de rij. Voor ruimteringen. Oh, er staan toch geen tv'tjes ofzo? Oh ja, er staan wel tv'tjes. Sorry, wacht even, ik wil even wat korter maken. Ik wil de muis zijn, die is heel lang in de rij. Nee, maar voor die ruimteringen bedoel ik. En het daalt weer. Mark, zou je ook eens een paar bankjes en prullenbakken willen gaan repareren? Als ik ze kan zien, zal het fijn zijn. Ja, plaat, er zat weer steeds erbij. Zullen we steeds wel gratis gaan maken? Sure. We kunnen het toch leiden. Wil je de plaats of Beide. Meer dan 6. Shamer. De hypertwister is druk aan dat worden, gek! I see! Ja, dan doet hij goed! Had hij goed afgesteld? Dat is de vraag. Oh, net niet! Ze kunnen de attracties ook niet meer vinden. Wat meer informatiekiosk geplaatst ondertussen. Ja, je hebt nog een maandje, dus. Ja, na die maand dan gaan we een ander park doen, oké? Ja. Maar dit bouw je echt gewoon nooit vol, dit hele park. Nee. Dat heb ik wel eens een keer. Ik wil zo'n achtbaantje gaan bouwen nu. Europa. Wat achtbaantje zou gaan bouwen? Wat heb jij net gebouwd? Hypertwister? Ja. Ja. Doe maar iets leuks. Iets waar je denkt van, oh, dat kan ook nog wel erbij. Een omgekeerde achtbaan. Ja, dat kan er ook wel bij. Oh, je zet hem ook precies daar. Lol. Ja, we hebben toch nog het geld, dus waarom niet, hè? Ik vond dit sowieso wel een succesvol park. Vond je ook niet? Ja, dat was het ook. Ook al zijn we nog niet helemaal klaar, maar... het gaat zo positief. We hebben gewoon genoeg geld, we hebben geen lening meer. We hebben alleen een parkwaardering die echt een beetje aan het inkakken is, maar... Echt heel erg instabiel is. Dus hopelijk kunnen we het tot het einde van de maand boven de 600 houden. Maar ik zie ook echt totaal geen bankjes die kapot zijn ofzo.
Hoeveel is achtbaan? Schemig. Hé, hey, er zit wel een fotogedeelte tussen. En de vraag is, gaat dit überhaupt halen? Dat is maar de vraag. Ik betwijfel het, maar de kans is er. Ja. There it goes. Wee. Oh ja, dat haalt ze makkelijk, ja. Oh, hoe heftig is die? That's the other question, but I don't know. Maximaal is zijwaarts G 2.81 G. Identiteitswaarde 12,02. Never mind. Holy fuck, hij wil weer veel meer geld. Ik ga een andere achtbaan proberen. Oh, de parkwaardering gaat wel weer een beetje omhoog. Nice. T-shirtkraam. Oh mijn god, wat de fuck maak jij dan alweer? Is dat de bedoeling dat dat ding zo hoog gaat of ligt dat erbij? Ja. Nou, daar wil ik niet in gaan zitten als er zo'n achtbaan in het echt bestaat. Echt niet. No fucking way. Ja, als je even boven bent, dan heb je in ieder geval wel een mooi uitzicht, maar of ik daar zo blij mee moet zijn, is nog een ander verhaal. Simpel achtbaan, niks meer gaan doen. Laten we die advertenties maar eventjes stoppen. Vanwege dat de meeste problemen komen van die... hoe heet dat? Met die... Met de drukte. Ja, I know. Ido, dat ding mag wel veel harder. Joh, wat ik er mee bezig was. Oké, ja, dat is hard genoeg. Niks meer aan doen. Hoe hoog zou die waarde zijn? Hij stijgt weer, parkwaarde. Ja, soms stijgt hij weer en soms gaat hij weer omlaag. Maar hopelijk houden we het toch even een week of twee vol. Want dat zou kut zijn. We hebben net 599, net wanneer het jaar 4 is. Dat zal gewoon kak zijn. Ik zie het eerlijk al eens gebeuren ook nog. Ja. Hey, het gaat regenen. Nice. Het stijgt weer. Nice. Nou, laten we proberen deze aflevering dit park af te maken. Is het niet goed dan? Zeg je niet? Even kijken. Joh. Het is hier een zwijnenstal. Oh, Jezus Christus. 602 mensen zeggen dat het hier te druk is. Er zijn geen schoonmakers op. Op deze plek. Welke plek, hè? Bij die stoomtreintjes, dat nieuwe plekje al vorige keer aangelegd heb. Ik dacht dat ik er eentje daar neer had gezet. Volgens mij had ik dat ook neergezet, ja. Nee, maar die staat er echt niet. Daar was een parkwaardering al dat omlaag gegaan. Oh my god. Dus nou keihard aan het stijgen. Ja, dat valt te zien. We hebben gewoon 24.000, jee, mijn god.
We zijn rijke stinkers. Ja, en we gaan We stinken nog net niet. En we gaan deze challenge volgens mij ook nog halen. Ja, nu wel weer. Eén dagje op Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Oh nee, alsjeblieft. Ja, de laatste dag is ingegaan. Waar is de champagne? Nog even? Ja, dat is lekker. Hey! We won! Alles is mooi te klappen. Alle ballonnetjes gaan weg. No, not the balloons! Pop ze! Gefeliciteerd, je hebt de doelstelling bereikt met een bedrijfswaarde van 490.497 euro. Dat is nog behoorlijk wat. Zullen we eens proberen een ander park te doen? Ja, de volgende aflevering lijkt me dat wel een verstandig idee. Dus ik hoop... Zullen we snel weer gaan beginnen? Laten we... Rustig aan, Dino! Waffen... Ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like, abonneer je kanaal en dan zie ik hem nog een keer weer. Later.